Goedemiddag iedereen, het is vandaag zaterdag 24 december en het is vandaag kerstavond. Ik ben zo excited, ik heb daar zoveel zin in, ik vind het zo leuk. Wat ik vandaag aan heb is deze trui, het komt van een website, er komt nog video van, dat jullie dat weten. En een broek van de Vero Moda, nee van de Only denk ik dat deze komt, ik weet het niet meer. Ik ben mijn vlog aan het uploaden. Binnen 25 minuten is die klaar. En het is nu 5 voor 9. Om 10 uur ga ik met een vriendin samen naar de kerstbrunch. Heel de dansgroep komt. Dus dat is heel erg gezellig. Ik ga ook nu niet ontbijten. Zodat ik daar natuurlijk nog honger heb om daar iets te eten. Ik weet niet wat ik daarvan ga vloggen. Zoals ik gisteren in mijn vlog al zei. Dus ik ga nog even kijken hoe dat gaat zijn. Ik ben dus die vlog aan het uploaden en de kerstbrunch is van 10 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. En daarna ga ik me denk ik douchen en zo en ik moet mijn haren doen. Ik heb die nu gestyled, maar ze zijn een heel, heel klein beetje vettig aan het worden. Niet veel, want ik bedoel, ik kan ze nu nog loslaten. Maar ik ga ze toch wassen, want ik moet ze voor morgen ook helemaal mooi doen. Dus dat is wat ik nog allemaal ga doen vandaag. Ik ben nu terug van de kerstbrunch. Het was super gezellig, maar ik heb daar wel niet gevlogd. Omdat ik gewoon van het moment zelf ook wel genieten, zeg maar. En vandaag gaan we het laatste chocolaatje opeten van onze adventskalender van Kinder. Dat hebben jullie kunnen volgen op mijn Snapchat vlog tijdens mijn examens. Mijn zus mag vandaag de laatste, want zoals jullie weten doen we dat altijd om de beurt. En het is dus nu de 24e. En die gaan we open doen. Maar dat is altijd even struggelen. Moet ik het doen? Nee. Dan met mijn nagels durf ik niet. Ze zijn droog hoor. Ja. En it's Santa Claus. Woep woep. En dit is de laatste jongens. Kijk, hij is helemaal leeg en het gaat zo snel om altijd. Ook heel leuk, ik ga me nu douchen en mijn haren wassen, zodat die vanzelf kunnen drogen. En dan hoef ik ze niet te feunen, anders zijn die zo heel poofy. Voor vanavond, kerstavond, super veel zin in, dus yes. Zo, ik ben gedoucht, ik heb mijn haar gewassen. Ik ga daar denk ik gewoon al mijn make-up doen. Ik heb echt zin om mij heel uitgebreid te make-uppen en ik denk dat ik dat ga doen aan de hand van mijn eigen kerstlook van dit jaar. Ik ga nog eens even kijken welke kleur ik ook alweer precies gebruik, dat hoe ik die look gemaakt heb, want die wil ik eigenlijk graag namaken. En ik heb mijn kerstige trui aan, die is zo lekker warm, komt van H&M. En ik vond het wel geschikt aangezien het rood is, maar ik wou eigenlijk ook geen kleedje of zo gaan aandoen. Voor de Nederlanders onder ons een kleedje is een jurkje, omdat we toch gewoon thuis zijn en morgen doe ik wel een jurkje aan. Dus ik vond dit wel heel geschikt omdat het rood is. En mijn ooglook gaat ook rood worden. En mijn lippen gaan rood worden. Dus everything is red. Dus ja, deze leuke comfy trui. Echt zalig zit die. Ik ga dus nu mijn make-up doen. En ik ga dat allemaal voor jullie filmen. Gedaan en op camera ziet het er altijd wat minder heftig uit, maar ik vind het heel mooi gelukt. En ik was MAC Diva aan het opdoen en nadat ik het aan het opdoen was, kwam ik graag achter dat het ontzettend hard vloekte met deze trui. Dus ik heb nu deze felrode lipstick opgedaan van Essence en in werkelijkheid is de lipstickkleur bijna exact aan de truikleur, maar op camera lijkt dat ook wel wat anderser.
Maar het ziet er veel mooier uit dan Diva. Want Diva is echt heel donkerrood. En dat was gewoon niet mooi met deze trui. Ja, verder ga ik eigenlijk niks meer doen. Want ik moet nu gewoon wachten op mijn haar droog is. En dan kan ik het gaan stylen. En ja, dan ben ik helemaal Christmas ready. Zo, nu ben ik helemaal klaar. Mijn haar gedaan, mijn kleding aan. En ik ben heel erg blij met het resultaat. Ik voel me heel erg kerstig. Om 5 uur komt Alvin. We gaan beginnen met eten en zo. En dat worden allemaal leuke sfeerbeelden. Want het is kerstavond en dat is super gezellig. Dus geniet mee van de avond. Nu 2:20 en Alvin blijft hier slapen. Dat wisten jullie volgens mij nog niet. Dat heb ik nog niet gezegd, denk ik, hè? Nee, hè? Mm. En wat vond je van onze eerste kerst samen? Heel fijn. Ja? Vond je het gezellig? Ja. En lekker? Ja. Yes. Ik vond het ook echt een superleuke kerst. Ik heb ook een heel leuk cadeautje gekregen en ook in het algemeen heel leuke cadeautjes. Maar stay tuned. Die video ga ik nog filmen en die ga ik waarschijnlijk dan 1 januari online zetten. Dus de What I Got For Christmas. Daar ga ik nog mee wachten, want morgen en dinsdag krijg ik ook nog pakjes. Dus dan kan ik dat allemaal in video laten zien. Dat lijkt me wel een tof idee om te doen. Maar we zijn allebei heel blij met wat we gekregen hebben. Ja. Wat gaan we nu nog doen, chat? Slapen. Ja, maar we gaan nog iets doen. Net zei je dat. Ik ga nog eerst... Ah, je voor andere vlogs kijken. Ja, dat had je nog niet gedaan. Nee. Dus dat is zo droog, hè. Oh, zo grappig. Ja. Ik hou van niet. Okay. Allee, dan gaan we nu de vlog van vandaag afsluiten. Dit wordt een tweedaagse vlog. Dus binnen 2 seconden zie je mij weer op de volgende dag. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet je niet te abonneren hier beneden. Als je het niet gedaan hebt. En dan zien we jullie binnen 2 seconden. Doei! Doei! Hey iedereen, het is vandaag zondag de 25e en ik ben mijn vlog nog niet gestart, want het was even een beetje een hectische ochtend. Alvin is er blijven slapen en we zijn om 11 uur opgestaan. Toen heb ik me aangekleed, gewoon even terug dit. Maar ik ben nu terug thuis. We moesten even naar zijn thuis, daar ook nog pakjes openen. En ik heb een heel... Ah nee, ik ga niet zeggen wat ik gekregen heb. Wow, ik had bijna verklapt. Dat laat ik jullie allemaal zien in een What I Got For Christmas video. Ik ga me nu douchen en dan ga ik me helemaal klaarmaken. Ik ga ook iets anders aandoen.
En want we moeten om 3 uur naar de nonna gaan vanavond, gaan we daar kerst vieren. Super gezellig. Mijn eerste kerst samen met hem, maar dan aan zijn kant van de familie. Echt heel leuk. Ook weer super veel eten. Ik denk daar ook gewoon sfeerbeelden gaan filmen. Dus ik ga me zo meteen helemaal klaarmaken. Heb ik ook zin in, want dat vind ik gewoon heel leuk om te doen. En ja, sorry dat mijn vlog zo laat begint. Maar dat is goed dat deze 2 dagen is, want ik denk dat ik gisteren ook niet heel veel gevlogd heb. Of ja, altijd korte stukjes, maar dat is dan ook niet zo lang. Maar in ieder geval, ik hoop dat jullie dat ook begrijpen. Het zijn de feestdagen, ik wil ook gewoon genieten van het moment. Zeker nu mijn eerste kerst met mijn vriend. Dus ik hoop dat jullie dat ook wel snappen, maar ik vlog natuurlijk wat ik kan. Zo, ik ben helemaal klaar. Ik heb dit rode kleedje aan van Guess met mijn nieuwe hakken schoenen. Het zijn zo mat zwarte met een glitterhakje. En ook aan het randje is geglitterd. Ik heb een best wel basic make-upje op. Ik heb de Kylie Jenner Candy Cane Lip Kit op. En ja, dit is mijn kerstoutfit voor kerstdag. Ik vind het heel mooi. Dus ik wacht nu dat Elvin mij komt halen. En ik ben bij Elvin. Hey. Ik bleef hier slapen. En het was heel gezellig, is dat? Ben je nonna? Ja. Ik vond het echt heel leuk. En heel lekker. En wat gaan we nu doen? Wat gaan we doen? Zus kijken. Oh, ja. Ik ga bij deze vlog afzetten. Ik hoop dat jullie deze 2-daagse vlog leuk vonden. Ik heb geen flauw idee hoe lang die gaat zijn. Maar ik ga nu editen. Ik heb mijn laptop meegenomen. En Elvin houdt gewoon liever bezig op de PlayStation, weet ik veel. Of ik kijk mee hoe ik edit. Dus ik hoop dat jullie het leuk vonden. Vergeet niet te abonneren hier beneden als je het niet gedaan hebt. En we zien jullie morgen. Doei! Doei!